Het schoolplein oplopen, je jas ophangen en je schrift pakken. Voor de meeste kinderen in Nederland is daar niks bijzonders aan. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Maar voor deze kinderen uit een Amsterdams asielzoekerscentrum is dat wel bijzonder. Als kinderen naar Nederland vluchten, worden ze met hun gezin naar een opvangplek gebracht. Soms moeten ze daar wel jaren blijven. Eigenlijk moet er voor die kinderen binnen 6 weken een plekje zijn op een basisschool in de buurt. Dat zijn de regels. Maar dat lukt dus bij lange na niet. Vooral in de grote steden staan kinderen soms wel maanden op een wachtlijst voordat er een plek voor ze is op school. It gave me much time to learn as well. Not just I learned with my sisters. I would prefer inside the classroom. In school, the only person who can talk is the teacher. And the teacher is the one who will help us learn. Deze kinderen hebben al heel erg veel meegemaakt. Vaak zijn ze gevlucht uit een hele nare situatie in hun eigen land. Wonen in een asielzoekerscentrum, dat is natuurlijk geen gewoon huis. Dat is geen gewone situatie. En voor deze kinderen is het heel belangrijk dat er een beetje regelmaat en structuur komt. En dat ze weer gaan leren. Eigenlijk is het een nieuw soort school. Een plek waar de kinderen blijven tot ze naar een normale basisschool kunnen. What's your name? Het is in Holland. Hoe oud ben je? الأرقام كلها عرفتها 0, 1, 2, 3. My name is Hazar. De Nederlandse juf werkt samen met een juf uit Syrië die zelf ook gevlucht is. Naam صحيح انا تركت التعليم منذ 3 سنوات تقريبا. Dan kan hun Nederland, dan ga ik zo veel leren. Voor de 10-jarige Rana uit Syrië is het allemaal extra bijzonder. ما دخلت المدرسة ابدا ما بعرف اكتب بالعربي ولا بعرف بقرا وحلق مبسوطة كتير اشعار اني دخلت على المدرسة والمدرسة حلوة ايه مبسوطين كتير وانا كمان مبسوطة